Ellen, we gaan de wedstrijd tegen Leiden spelen om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker. Ja. Waarom is dat voor jou bijzonder? Nou, het is nu bijna 10 jaar geleden dat ik ontdekte dat ik een tumor in mijn borst had. En dat bleek niet een hele simpele te zijn, maar wel eentje die alle behandelingen nodig had. Gewoon puur om te voorkomen dat het terugkwam. En ik ben nu nog steeds, de komende half jaar, ook nog steeds onder behandeling. Nog steeds medicijnen slikken. En dat in plaats van 5 jaar moet het tegenwoordig 10 jaar. Maar het is dus, dat is toch wel bijzonder, 10 jaar geleden. Ja, als je terugdenkt aan die 10 jaar geleden, als je terugdenkt aan die eerste periode. Ze zeggen wel eens van, ik had het gevoel dat ik door de grond heen zakte. En dat voor mijn gevoel was dat bijna echt zo. En je weet niet wat je overkomt. Want gewoon gezond, altijd een sport gedaan, nooit gerookt, nooit gedronken. En hoe kan dat dan? Hè? Dat was ook het laatste wat ik verwacht had dat ik zou krijgen. En dan, dan laat je lichaam je toch in de steek. En dan moet je in één keer de molen in. En dat was wel eventjes slikken. Wat gebeurt er dan met je? Ja, eerst is het natuurlijk huilen. En daarna kwaad. En daarna toch een soort berusting. Maar door topsport leer je wel. Je hebt natuurlijk dingen af en toe zitten tegen. En dan moet ik weer door. En dat had ik ook wel. Op een gegeven moment, schouders eronder. En ik hoopte vooral dat de artsen de schouders eronder zetten. En dat alles maar ondergaan. En gelukkig ging dat redelijk. De chemo's waren zwaar, maar voor de rest heb ik niet heel veel. Niet dat ik ergens allergisch voor was of zo. Hoe is het nu met je? Ja, heel goed. Ja, en ik heb mijn 50ste verjaardag op 2 januari, bijna 10 jaar geleden, heb ik niet kunnen vieren omdat ik de chemo inging. Dus ik hoop mijn 60ste verjaardag, wat ik 10 jaar geleden niet verwacht had dat ik dat zou halen. Daar hoop ik toch wel eventjes een feestje van te maken. Dan gaan we natuurlijk aandacht vragen voor de strijd tegen borstkanker. Wat zou je de mensen mee willen geven? Nou, vooral dat je in ieder geval positief moet blijven voor zover je dat kunt. En voor zover je dat kunt ook vooral veel in beweging blijven. En ik weet nog dat ik die hoge trap hier, die lange trap, moest ik op een gegeven moment halverwege moest ik even uitrusten. Omdat ik het anders niet haalde. En vanochtend heb ik 7,5 kilometer hard gelopen. Dus het moet echt wel blijven doorgaan. En niet denken van, laat ik maar voorzichtig zijn. Natuurlijk ook niet jezelf over de kop jagen, maar wel vooral bewegen. Dat is eigenlijk sleutelwoord.